Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Het leek me toch leuk om even te kijken naar zo'n 56. Dus ik ga kijken of ik zo'n 56 voor jullie kan maken. Als je het nog niet hebt gemaakt, probeer het eerst zelf even, want dan leer je meer van deze bespreking. Goed, ik heb alvast een schetsje gemaakt. Ze zeggen het punt A doorloopt een cirkel met parametervoorstelling x is 2 cosinus t en I is 2 plus 2 sinus t. Nou, dit is eigenlijk hetzelfde als met zo'n accolade, maar dan in plaats van dat je ze onder elkaar zet met een accolade ervoor, zet je ze achter elkaar met een n-symbool. Dat is hetzelfde. Betekent hetzelfde. Dit is dus eigenlijk een cirkel met middelpunt. We hebben die m nog niet. Okay. Het middelpunt is dus 0,2. En de straal is ook 2. We kunnen dus zo een vergelijking opschrijven van deze cirkel. Dat hoeft niet. Maar dat kunnen we wel, want we kunnen hieruit aflezen wat het middelpunt en de straal is van de cirkel. Dan zeggen ze dat punt A ligt op de cirkel. Dus eigenlijk is dit de x-coördinaat van A en dit de y-coördinaat van A. En dan hebben ze het over de lijn y is ax. Oké, even kijken hoor. Dan laten we het even lijn L noemen. En dan zeggen ze, lijn L is de lijn I is AX. En die gaat door het punt A en door de oorsprong. Oké. Nou, als A en de oorsprong hetzelfde punt zijn, dus op tijdstip, even kijken welk tijdstip zou dat zijn. Dan moet X 0 zijn. Dat is waarschijnlijk gewoon bij 1,5 pi. Bij 1,5 pi zit ik hier in O met mijn A. En dan, dan ligt het voor de hand om de raaklijn van de cirkel te pakken. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het kan elke willekeurige lijn zijn. En dat sluit ze hier niet echt uit. Dus dat zal wel niet belangrijk zijn. Oké, dus er is een verband tussen deze richtingscoëfficiënt en de t. Die A is eigenlijk een functie van de tijd. Misschien moeten we dat gaan uitrekenen. Maar misschien ook niet. Deze kleine a varieert als A hier over de cirkel loopt. Nou, dan zeggen ze vector AB is het beeld van vector AO bij een rotatie van 90 graden naar links. Ja, dus dit is vector A, ook wel vector OA genoemd. Het examen gebruikt deze notatie, terwijl ik deze mooier vind eigenlijk. En deze vector van A naar B, die heet vector AB. Vector AB is de 90 graden naar links gedraaide versie van vector A. Maar vector A weten we, dat is gewoon die. Dus vector A is 2 cosinus t en dan 2 plus 2 sinus t. Dus vector AB is, het moest je naar links draaien. Links draaien betekent je moet het verwisselen met elkaar en dan moet je de bovenste een min geven. Dus dan doen we min 2 min 2 sinus t en onder krijg je 2 cosinus t. Het ezelsbruggetje was een L, die heeft onderin al een soort min, dus dan moet je de min aan de bovenkant geven. Goed, dan hebben ze ook nog de driehoek OAB, ja. En dan hebben ze een formule voor de coördinaten van B en dan moet jij zeggen dat het klopt. Oké, dat kunnen wij. Als we de vector B willen weten, dat zijn eigenlijk de coördinaten van punt B, dan moet je vector A optellen bij vector AB. En vector A heb ik net hier opgeschreven, dat was 2 cosinus t en 2 plus 2 sinus t. En dan moet je dan AB bij optellen, maar die staat hier ook. Dus dat is min 2 min 2 sinus t. En onderin heb je dit ding en dan moet je dan die 2 cosinus t bijtellen. Plus 2 cosinus t. Ja, dat ging vrij makkelijk. B. Bereken de exacte waarde van A in het geval dat IB minimaal is.
Oké, dus we willen dat dit minimaal is. Hè? Dus die IB, we schrijven hem even uit, de I-coördinaat van B. Of de B-component, of de I-component van vector B. Hè? Dus IB betekent de B-coördinaat, de I-coördinaat van punt B. En BX betekent, BI bedoel ik, het I-kental van vector B. En dat is allebei hetzelfde natuurlijk. Dat is 2 plus 2 sinus t plus 2 cosinus t. En we moeten iets uitrekenen als dit minimaal is. Nou, wat moet je doen als je wilt dat een functie minimaal is? Je gaat differentiëren. Dus we gaan kijken naar de afgeleide van de y-coördinaat van b. Nou, die 2 differentiëren geeft gewoon 0. 2 sinus t differentiëren wordt 2 cosinus t. En 2 cosinus t differentiëren wordt min 2 sinus t. En we willen dat dat 0 is. Nou, wat je kan doen is, je kan dan die sinus aan de andere kant brengen. En dan deel je door 2. Dus dan krijg je cosinus t is sinus t. En er zijn nu eigenlijk twee verschillende wegen die je kan bewandelen om dit op te lossen. Één ding wat je kan doen is zeggen van, oh, maar een sinus is eigenlijk gewoon een verschoven cosinus. Hoe zat het ook alweer? Dit is de sinus. En dit is cosinus. Hij doet precies hetzelfde, hij is alleen een stukje opgeschoven. Dus als ik een cosinus pak en ik schuif hem een halve pi naar rechts, dan krijg ik een sinus. Dus in plaats van sinus t kan ik ook zeggen, ik pak een cosinus en ik schuif hem een halve pi naar rechts. En als je een halve pi naar rechts wil schuiven, doe je min een half pi. Ja, nou en dan heb je de situatie cosinus is cosinus. En dan kan je je riedeltje doen met a is b of a is min b, allebei plus k keer 2 pi. Een andere manier om dit aan te pakken, en die vind ik eigenlijk leuker, is dat je dit even deelt door cosinus. Dan staat er 1 is sinus t gedeeld door cosinus t. Maar sinus t gedeeld door cosinus t is de tangens van t. En wanneer is de tangens 1? Nou, dat was als de overstaande en aanliggende even lang zijn. Dat is bij een vierde pi. Een vierde pi plus k keer pi. Want de tangens was periodiek met periode van pi. Dus dan heb je hier k keer pi, heeft maar één ding. Dus op deze vierde pi plus k keer pi heb ik een minimale waarde van IB. En dan zeggen ze, ja, dan moet je exact de waarde berekenen van A in dat geval. Dus oké. Ik zit even te kijken, maar als t is een vierde pi, dan zit ik hier in mijn cirkel, want dit was t is 0, dit is t is een half pi, dan zit ik hier. Dan heb ik een maximum van die i, ik wil het minimum weten. Dus ik moet het nog even uitschrijven. Ik moet zeggen, het kan een vierde pi zijn, of het is een vierde pi plus pi. En dan is het dus 1 en vierde pi. En dit is dan het maximum en dit is dan het minimum. En als je het niet gelooft, of als je een beetje houvast wil hebben, dan kun je ook even de grafiek tekenen van dat ding. Dus dan krijg je 2 plus 2 sinus t plus 2 cosinus t. En als we die dan tekenen van 0 tot 2 pi, hè, want dan doet elke 2 pi hetzelfde, die cirkel. Dus het heeft geen zin om voorbij die 2 pi te gaan kijken. En dan een beetje leuke domeinbereik. Kijk, ziet dit er geloofwaardig uit? Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ik wel meer zou zien dan dit. Nou, maar dat minimum is, hier heb ik wel dat minimum, ja. Dus ik heb nog gewoon mijn i max heb ik te klein getekend. Oké, doen we hem zo. Dus als ik het goed heb gedaan, zit dit bij een vierde pi en dat minimum zit dan bij 1 vierde pi. Dat gaan we even controleren. Dus dan doen we, als hij klaar is met tekenen, doen we trace. En dan gaan we eerst kijken wat er gebeurt als we 1 vierde pi intoetsen. En als het goed is, komen we dan uit in deze top. Ja, en als we dan die 1 vierde pi intoetsen,
Laten we dat eens met de breukknop doen. Ja, dit wordt wel vervelend. Oké, nog een keer. Deze. 1, 1, 4. De uitkomst van de breukknop, of de notatie die volgt uit de breukknop, ziet er heel gek uit als je in dit scherm iets intoetst. Maar dat is niet erg. En dan kom je uit in het dal. Zie je dat? Dus de minimale waarde zit bij 1, 1 vierde pi en de maximale zit bij 1 vierde pi. Dus dan zeg je, dit is het maximum en dit is het minimum. En ze wilden iets doen met het minimum. En dan moeten we dus die a berekenen. Nou, laten we het even in onze schets zetten. Even met een kleurtje. Dus we gaan kijken naar t is 1, 1 vierde pi. Dus hier is het 0, hier is een half pi, hier is het pi, hier is het anderhalf, 1, 1 vierde pi zit hier. Dus de driehoek die ik dan heb is van o naar a. Dit is dan in dit geval vector a. En als ik vector a naar links draai, krijg ik hier dus die vector ab. Dus dat ligt helemaal buiten de cirkel. Dus hier is dan mijn punt b. En dit is op t, is 1, 1 vierde pi. En nou heb ik hier dus die lijn. En van deze lijn... Nee, wacht eens even. Niet van die lijn. Van de lijn door O en A. Van deze lijn willen we nu de richtingscoëfficiënt weten. Nou, hoe moet dat? Nou, dan hebben we gewoon de coördinaten van die A nodig. En dan doen we gewoon verticaal gedeeld door horizontaal. Dus we gaan kijken wat vector A is op tijdstip 1, 1 vierde pi. Dus vector A... op tijdstip 1, 1 vierde pi. We zien vector a even als functie van t. En dan, nou hadden we hem hier staan toch? Hier, ja. 2 cosinus t. Dus dan krijg je 2 cosinus 1, 1 vierde pi. En je kreeg aan de onderkant 2 plus 2 sinus 1, 1 vierde pi. Oké. Nou, ik weet wel dat 1 vierde pi, dat geeft iets met een half wortel 2. En als je gaat kijken in de eenheidscirkel, dan kun je vast wel kijken of het plus of min is. Je kan ook lui zijn en zeggen van, weet je, ik vraag aan mijn rekenmachine wat de cosinus van 1 1 vierde pi is. En dan komt er iets uit van 0,707. En dan kan je aan het plus of min teken zien of je plus of min had moeten doen. Dat is de luie oplossing. Dan heb je nog eens wat in je rekenmachine. Zo, ook bij wiskunde B. Hè. Kijk, min. Dus dit wordt 2 keer min een half wortel 2. Dus dit wordt gewoon min wortel 2. Pardon, broertje. En die andere, dan krijg je de sinus. Dat zal ook wel min worden. Hè. Dus dan kan geen kwaad om zelf even na te denken en te bedenken van, goh, wat zou het zijn? Maar ja, als je behoefte hebt aan zekerheid en je zit in de stress, dan kan je dit soort dingen gewoon in je rekenmachine vragen. Ook min, zie je dat? Dus dan krijg je 2 plus 2 keer min een half wortel 2. Dus dat is 2 min wortel 2. Nou, dit zijn de coördinaten van punt A. Hè, dus dat is min wortel 2 en 2 min wortel 2. En als ik dan de richtingscoëfficiënt wil berekenen, dan doe ik verticaal gedeeld door horizontaal. Kijkend naar dit driehoekje, dus... Verticaal is negatief, hè? Dat moet met een minteken. En horizontaal is hoe lang dit is. We moeten even kijken. Dus hoe ver gaat hij naar beneden? Hij gaat wortel 2 min 2 omhoog eigenlijk. Hè? En hoe ver gaat hij opzij? Hij gaat wortel 2 opzij. Dus nou, dan kan je nog delen. Dus dan krijg je hier wortel 2 gedeeld door wortel 2 min 2 gedeeld door wortel 2... Dus wortel 2 gedeeld door 2 is 1 en min 2 gedeeld door wortel 2. Dat is gewoon wortel 2. Hè? Dus 1 min wortel 2 is die richtingscoëfficiënt. Dit geval is negatief, hè? Want wortel 2 is groter dan 1. Ja, dat is leuk. Nou, dan hebben we nu som B gedaan. Gaan we naar som C. Het punt B doorloopt een cirkel. Stel van deze cirkel een vergelijking op. Oké, nou, die eerste twee dingen die hingen niet echt super veel samen met de theorie die ik had uitgelegd, maar C wel. Maar we moeten dus gaan zeggen welke cirkel dit is. Maar dit ziet er helemaal niet uit als de parametervoorstelling van een cirkel, dus dat is een beetje vervelend. Wat zouden we kunnen doen?
Even kijken. Ik denk dat ik een smerige truc uit de kast moet halen om dit te doen. Als ik nou hier... Dus we hebben nu een parametervoorstelling van een cirkel, kennelijk. Maar het ziet er niet uit als de parametervoorstelling van een cirkel. Hè. Dit is dat punt B. De x-coördinaat van punt B is min 2 plus 2 cosinus t min 2 sinus t. En y als functie van B is 2 plus 2 cosinus t plus 2 sinus t. En de vraag is eigenlijk van ja, maar wat is nou cosinus t min sinus t voor iets? En wat is cosinus t plus sinus t voor iets? En wat je kan doen is hier een 1 opschrijven. En het dan proberen te vergelijken. Ja, dat kan. Maar is dit kansrijk? Nee, dit is niet kansrijk. Oh ja. Ja, ik denk eigenlijk niet dat ze willen dat je dat doet. Ik ben wel benieuwd hoe zij willen dat je dit oplost. Maar waar ik dus op doel is, je hebt hier die min 2 plus 2 keer cosinus t min sinus t. En je hebt die andere, dat is x. En voor de y heb je 2 plus 2 keer cosinus t plus sinus t. En jullie hebben geleerd dat als je twee sinusoïden hebt met dezelfde frequentie en je telt ze op, dan is de uitkomst weer een sinusoïde. Dus ik denk dat zij willen dat je gaat kijken van oké, sinus hoeveel is dit? En hier ook. En dan en als het lukt om aan te tonen dat dit een sinus is en dit ook, dan moet je weten hoeveel keer de sinus dat is. Er zal wel een factor half of 2 in zitten of zo. Dan lees je hier dus het middelpunt af. En dan inclusief die voorfactor die je krijgt, heb je hier de straal. Maar dit is een beetje abstract, dus ik ben bang dat ik het wel eventjes moet doen. Welke sinusoïde is dit? Sinus t min cosinus t. Hoe kan je dat onderzoeken? Nou, we gaan hem gewoon tekenen. Dus je krijgt cosinus t plus sinus t. Dit is hem. En dat ziet er inderdaad uit als een gewone sinusoïde. Nou, deze dingen hebben allebei een voorfactor van 1 voor de t. Dus de nieuwe sinus die heeft dat ook. De vraag is even, wat is de amplitude en wat is het beginpunt? Nou, het beginpunt van een sinus is het punt waar die stijgend door de evenwichtstand gaat. Dus als ik nou deze wil schrijven als een sinus, dan zeg ik dus cosinus t min sinus t plus o, cosinus t plus, ik deed het met de i, cosinus t plus sinus t, ja, is een sinusoïde met een getalletje ervoor en een verschuiving erin. Dit is de b, de amplitude, en dit is d, het snijpunt, of in ieder geval de x-coördinaat van het beginpunt. Dus die b kunnen we berekenen door hier het maximum van te berekenen. Dus doen we calc maximum. Zo. Oké. Dat maximum is iets met 0,875. Oh, dat is de x. De y is 1,4. Hé, dat is wortel 2, zie je dat? Ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar ik ga straks bewijzen dat het wortel 2 is. Dus dit lijkt wel wortel 2. En dat beginpunt hier, die d, dat zit hier. Dus dat moeten we ook eventjes uitrekenen. Kijken. Dan moeten we snijden met de x-as. Dat kan je doen met calc 0. En de x-coördinaat van het beginpunt is ook een mooi getal. Kijk maar. Zo. En zeg je 5,49, meneer, is dat een mooi getal? Ja,
Want als je het door pi deelt, krijg je 1,75. Dus, maar ja, dat weten we nog niet. Dus je krijgt hier t min 5,49. Hé, hey, dus ik heb hier een sinusoïde van gemaakt. En de voorfactor is wortel 2. Ja, dus dan kan ik het hier vervangen en dan, ja, dan krijg je uiteindelijk de informatie over je cirkel. Wat ik leuk vind, is nog even laten zien dat als ik nou wortel 2 keer de sinus van t min 1 3 4 de pi neem, dat dit exact gelijk is aan cosinus t plus sinus t. Ja, want we hadden een vermoeden van oeh, dit lijkt wel wortel 2 en oeh, dit lijkt wel 1 3 4 de pi. Maar ja, dat moet je dan wel nog even bewijzen. En hoe kunnen we dit bewijzen? Met de somformule voor de sinus en de cosinus. Want we hebben geleerd, en dat staat ook op het formuleblad op je ST en op het examen, dat de sinus van a plus b gelijk is aan de sinus van a keer de cosinus van b plus, dacht ik, plus of min, ik denk plus, plus de cosinus van a keer de sinus van b. Oké, maar dat is leuk. Maar oh ja, ik heb hier dan een min, hè? Zie je dat? Dus dan krijg je bij een van die twee krijg je dan een min. Hier krijg je dan ook een min. Zo, dus met plus is het plus en met min is het min. En nu kunnen we gewoon die sinus van t min 1 3 4 de pi kunnen we gewoon uitrekenen. Want dat is de sinus van t. Ja, want dat is a, keer de cosinus van 1, 3, 4 de pi. Maar de cosinus van 1, 3, 4 de pi, wat is de cosinus van 1, 3, 4 de pi, meneer? Nou, dat weet je uit je hoofd. Maar als je het even niet weet, vraag het aan je rekenmachine en dan herken je de belangrijke getallen. Dus dan zegt hij, hé, hey, dat is die half wortel 2, weet je dat? Hé, hey, is half wortel 2, leuk. Oké, en dan min de cosinus van t keer de sinus van b. Dus de sinus van min van 1, 3, 4 de pi. Oké. Okay. Wat is de sinus van 1, 3, 4 de pi? Jullie weten het natuurlijk allemaal al. Ik laat even zien hoe je erachter kan komen als je het niet meer weet. Hé, hey, dat is min een half wortel 2. Dus dit is gelijk aan een half wortel 2 keer sinus t plus cosinus t. Zo. En ja, omdat er nog een wortel 2 voor staat, als je dit met wortel 2 vermenigvuldigt, krijg je gewoon 1. Dus inderdaad, dit ding is exact gelijk aan sinus t plus cosinus t. En de manier waarop we dat hebben gedaan, is eerst een vermoeden krijgen van, oh, welke getallen zullen dit zijn? En dan checken dat hij het met die getallen ook echt exact doet. Dus dat is een beetje een omweg. Ik kan het ook in één keer doen. Maar dat voelt een beetje ver om dat nu te doen. Maar C is achteraf gezien eigenlijk nog best wel smerig, omdat je hier niet direct een sinus in ziet. Je moet even kijken welke sinus het is. Dat is wel grappig. Oké, dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Thank you.